Vandaag gaan we een proefrit maken met de camper. Dit is onze bagage, tot nu toe. En nog wat kleding. En dan gaan we naar Öland rijden. Oeh, het is koud. Nou, we gaan de watertanks half vullen. En dan doen we er wat chloor bij. Zodat we... Het is koud hier. Nou. Zodat we ze goed spoelen. Nou hoor. Ja. Gelukt. Goed zo. Rij klaarmaken heet dat. En ik ga gauw naar binnen. Goh, koud. Zo. Indy. Oeh, daar komt de zon. Oh, jee. Nou, we staan gewoon op een parkeerplaats langs de weg. Even een spring roll eten die ik gisteren heb gemaakt. Even pauze houden. Ja. Indy, waar sta je daar nou? Waar heb je shirt? Shirt. Brillenbakje. Een slingerbak. Een slingerbak. Wat? En een plantje voor Stief. Een wegzak. En twee bakjes voor onder het bed. Een lade. Nou. Je verzint ze waar je bij staat. Oké, dat was IKEA. En dan gaan we nu naar de huspielen. Gaat er wel? Moet je ze vastschroeven? Ja, dat ziet er nou, ik vind hem wel prima. Hij kan... Hij moet gewoon vast gezet worden. Een mini-bruggetje, ja. Öland, here we come. Zin, gozer? Al is het maar een proefrit. Dat hebben we besloten vanochtend. Laten we nou gewoon die kar inruimen en rijden. Gisteren heeft Geer de kraan gemonteerd en die doet het perfect. En nu heeft hij de watertank gevuld voor 75%. Chloor erin, dus nu klotsen we alles schoon. Thank you.
zouden metrassen dat doen. Ik zie Crazy Daisy. Daisy Key. Crazy Daisy. Ja hoor. Nou, veel plezier. Dit is een proefritje, maar het is gaaf. De auto doet het. Ik zal het niet te hard zeggen. Viswinkeltje. We zagen een rokerijtje hier. Tenminste, het bord naar een rokerij. Hopen dat we hem vinden. Het is inmiddels 5:30, dus het kan ook nog zijn dat hij al dicht is. In ieder geval hebben we het haventje gevonden hier. Hier zit het rokerijtje. Parkeer. Ja, hier, rokerij en vis. Als dat nog maar open is. Boot. Het kan best zijn dat die rokerij pas van de zomer open is. Dat lijkt me raar. Rokerij en Fisk, ja. Dicht. Ziet er ook dicht uit. In ieder geval zitten ze hier wel. Nappen, dus moet ik even op de kaart aantekenen. Dat hier, ik zal het even ook in het filmpje zeggen. Bij Timmernabben, hier, daar hebben ze rokerijtjes, viswinkeltjes. En we zitten eigenlijk niet eens zo ver van Huxby, dat ligt daar. Dat is 70 kilometer van huis. Nou, even eten. We zitten onder Huxby. Huxby, dat is 70 kilometer van huis. Gewoon een plekje in het bos. Even de pizza die ik gisteren heb gemaakt, even van mam gemaakt.